Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nog wat buienwolken boven Nederland, maar het zijn geen zware buien meer en tussendoor is er ook ruimte voor opklaringen. Voor de ochtend betekent dat hier en daar wat zon, hier en daar ook nog een enkele bui en een temperatuur van ongeveer 10 graden. 11 in het midden van het land en 12 al in Zeeland. Vanmiddag komt daar nog wel wat bij, dan wordt het 13 tot 15 graden. De buienkans neemt verder af, de zon krijgt wat meer ruimte en de wind blijft matig tot vrij krachtig uit het westen. Mogelijk dat er in kustgebieden af en toe even een krachtige wind staat en dat is windkracht 6. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog, maar wel weer met meer bewolking en later kan er ook wel weer een enkele bui vallen in de kustgebieden. En dat is een opmaat voor een wat natte vrijdag met een band met bewolking dwars over Nederland, van zuidwest naar noordoost. En daar valt de meeste regen. Ook het noordwesten heeft daarmee te maken. In het zuidoosten kan de zon af en toe schijnen en is het wat droger. 15 of 16 graden wordt het, zaterdag 14 tot 17. En in Limburg is de kans op die 17 graden het grootst. In de loop van de dag wat zon, afnemende kans op buien, maar de ochtend verloopt nog tamelijk nat, vooral in het noorden. Zondag dan 20 graden en meer, een enkele bui later op de dag en wat zon en maandag is het weer wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.